En dan kunt u nu gaan helpen bij het vinden van twee mannen die met veel geweld een moeder en haar toen 7-jarig dochtertje hebben overvallen. Moeder is realityster en model Amanda Balk. Waar liggen je grenzen? Waar is je opvoeding? Waar is je moraal en ethiek? Op het moment dat je een kind ziet en je gaat voor spullen dit doen. Het is gewoon, dat kan gewoon echt niet. En daar ben ik wel echt ontzettend van geschrokken, van hoe ver mensen gaan. Ja. Amanda Balk werd bekend door haar deelname aan meerdere tv-programma's. Onder andere De Gouden Kooi en Echte Meisjes in de Jungle. Ze heeft een dochter die inmiddels 8 jaar oud is. En ze woont sinds een aantal jaar samen met haar dochter in de Amsterdamse wijk Eiburg. Ik ben hier echt komen wonen omdat het heel kindvriendelijk is, heel veel kindjes. En altijd fijn gewoond. Terug naar donderdagochtend 7 januari. Rond 7:45 stapt er voor haar deur een man in een auto. Hij rijdt niet weg, maar blijft in de Smart zitten wachten. Een onschuldig tafereeltje lijkt het. Een minuut later arriveert een tweede man. Hij lijkt op een pakketbezorger. Hij blijft even staan voor de woning, alsof hij het juiste adres zoekt en belt dan bij Amanda aan. Ja, de ochtend was rustig. Ik was net wakker. Ik ging een kopje koffie zetten. En er werd aangebeld en er stond een postbezorger voor de deur met een pakketje. Gewoon postbezorging, outfit. Toen zei ik van, leg hem maar voor de deur neer. Dan haal ik hem straks wel op. Wat ze niet ziet, is dat de man nog niet vertrokken is. Als ze even later de deur openmaakt, stormt hij op haar af. Hij kwam op mij afrennen en hij trapte mij. En ik vloog gewoon helemaal naar achteren toe. Toen kwam er nog iemand anders binnen en die ging bovenop me zitten. En ik gilde. En hij ging de hele tijd mijn keel proberen dicht te knijpen. En het enige wat ik dacht is van, mijn kind is boven. Je staat niet meer voor jezelf in. En je angsten die je hebt, vallen ergens ook weg door de boosheid die je voelt. Want dat is echt je moedergevoel die gewoon, ja, je doet alles dat hun maar weggaan. Mijn dochter is dus, toen ze mij hoorde gillen, ze schrok wakker en zij is gelijk in de kast gaan zitten. En toen ging ik naast haar in de kast zitten. En toen wilde ze de deur dicht doen, maar ik ben claustrofobisch. Dus ik hield mijn been tussen de deur en ze trapte keihard tegen mijn been aan. Ze zei de hele tijd tegen mij van, waar zijn je sieraden? Heb je contant geld? En toen ik ze uiteindelijk boven bezig zag, dan ga je ze ook observeren. En dan denk je ook, volgens mij zijn dit gewoon hele jonge jongens. Eigenlijk heb ik alleen maar aan haar gedacht de hele tijd. En ja, die spullen voor de rest, dat boeit niet. Dat zijn maar spullen. De twee overvallers zijn een paar minuten binnen. Lang genoeg om enkele waardevolle spullen mee te nemen. Ze vertrekken met de buit in 2 tassen en stappen snel in de auto die voor de deur staat en vluchten weg. Dat heeft toch heel veel angsten gecreëerd bij haar. Je wilt het als moeder allemaal alleen doen, maar ik heb nu toch een psycholoog ingeschakeld. Omdat het is toch wel een hele traumatische ervaring geweest. Dat ik denk, ja, ook wij hebben daar hulp bij nodig. In Amsterdam, mevrouw van Lieberg, afschuwelijke ervaring voor die moeder en dochter. Zeker, en we hopen dat mensen ons vanavond op het spoor van deze daders kunnen zetten. We hebben de beelden al eerder regionaal getoond, maar toen zijn de mannen niet herkend. Dus hopelijk verandert dat vanavond. Nou, we hebben beelden van de mannen waarop ze redelijk goed te zien zijn, maar daarnaast hebben we ook een omschrijving uit eerste hand van het slachtoffer gekregen. Laten we beginnen met de nepbezorger. Die had ook het vuurwapen. Dat is een man met een lichtgetinte huidskleur. Hij is ongeveer 20 jaar oud, redelijk lang, 1,80, hij 90. Hij is slank, had bruine ogen en zwart haar. En we zien het niet raar dat het slachtoffer dacht dat deze man dus een echte bezorger was. Ja, het lijkt inderdaad op een echte PostNL-jas, maar dan zonder de logo's. Niet gemakkelijk herleidbaar naar iemand specifiek, maar mogelijk zegt de jas in combinatie met het signalement iemand iets. Nou, die tweede verdachte had een donkere huidskleur, was tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij was een stuk kleiner, tussen de 1,65 meter en 1,75 meter en had een normaal tot stevig postuur. Hij had zwart kroeshaar en bruine ogen en door de nachtstand lijkt zijn kleding wit, maar in werkelijkheid droeg hij zwarte kleding. Herkent u deze man? Laat het dan weten. Mevrouw van Lieberg, zijn er meer sporen om over mee te denken?
Ja, zeker. Die overvallers die hebben die kartonnen doos achtergelaten. Die was leeg, maar er stond wel iets op. Namelijk een cijfercode met stift geschreven. Dus we horen het heel graag als mensen of het opschrift herkennen... of wellicht weten waar die code voor staat. Nou, daarnaast weten we nu inmiddels meer over de auto waarin de daders zijn gevlucht. Meer informatie daarover is zeer welkom. Hier, de aanknopingspunten rond die smart. Het was een zilverkleurige Smart 4-4. Die bleek te zijn gestolen tussen 5 en 7 januari uit de Wieringerwaardstraat in Amsterdam-Noord. We hebben het kenteken geblurd omdat de originele platen er nog op zaten van de eigenaar. Ruim voor de woningoverval op 7 januari rond 3 uur 's nachts al is hij voor de woning geparkeerd, mogelijk door dezelfde mannen die even later de overval plegen. Hij heeft daar zo'n 5 uur gestaan voordat een van de overvallers er weer instapte. Na de overval, om ongeveer 9:15 op diezelfde donderdagochtend 7 januari, vluchten de overvallers ermee weg. Pas 3 dagen later, op 10 januari, vindt de politie de wagen uitgebrand terug op de Werengouw in Amsterdam-Noord. Daar is hij in beslag genomen voor forensisch onderzoek. Wie heeft deze Smart 4-4 gezien tussen 5 januari en 10 januari dit jaar? Daarnaast kunt u tips gebruiken over de buit. Ja, het gaat om zeer kostbare sieraden. De mannen hebben niet veel, maar uitgerekend de duurdere sieraden van het slachtoffer meegenomen. Het lijkt alsof ze precies wisten waar ze voor kwamen. Maar we willen het heel graag weten als die sieraden na 7 januari nog ergens zijn aangeboden. Dank voor de toelichting, mevrouw Van Lieberg. En voor u thuis dus hier een paar van die herkenbare verdwenen juwelen. Om te beginnen 2 ringen van roségoud met diamanten. En verder een roségouden horloge van Audemars Piguet... en een collier van wit goud met diamantjes. Foto's op de site. Heeft u die sieraden gezien? Weet u iets over dat pakket of over deze overvallers? Nou, u weet het, tippen kan via de site of door te bellen. En dat mag dus ook anoniem of in een vertrouwelijk gesprek.